De streekrekening werkt heel simpel. Een bedrijf, een organisatie of een overheid die gaat naar de bank, die opent daar een streekrekening, de Maashorst, zet daar gewoon het geld op, krijgt daar gewoon de normale marktrente voor. En daarbovenop zet de bank een kleine bonus en die bonus die wordt in een fonds gestort en dat heet dan Streekfonds de Maashorst. Wij zijn van deze streek en we kunnen het geld op deze wijze ook in ons eigen gebied houden. Daarmee doen we erg nuttige dingen zonder eigenlijk veel activiteit daarvoor hoeven te ontplooien. Onze mensen doen het onderhoud in de Maashorst van de recreatieve voorzieningen, de bewegwijzering bijvoorbeeld, maar ook het schoonhouden van allerlei voorzieningen. En daarmee is het een doorlopende bron van werkgelegenheid. Tot nu toe zijn er al verschillende dingen geschreven hebben of geld gestort hebben. Dat is de provincie Noord-Brabant die heeft toegezegd. Daarnaast het waterschap, Brabant Water, een woningcorporatie Brabant Wonen, IBN, een sociale werkvoorziening, kringloopbedrijf en een paar particuliere bedrijven die hebben al toegezegd deel te nemen. We hopen dat er veel meer bedrijven dit voorbeeld mee gaan volgen en dat er met elkaar meer dan 100 miljoen op die rekening komt pas dan. Gaat het ook daadwerkelijk iets betekenen voor de Maashorst? En 100 miljoen euro, afhankelijk van de rente zeg maar, die dan van toepassing is, zou het ons betreft ongeveer op jaarbasis 1,5 tot 2 ton structureel geld moeten binnenbrengen. Maar waarom doet u mee als het u ook helemaal geen cent oplevert? U wordt er in die zin financieel niet wijzer van. Nee, maar als IBN hebben we uiteraard beschikking over middelen om onze bedrijfsvoering te doen. Die middelen parkeer je wanneer je die direct nodig hebt bij een bank. In dit geval parkeren we het bij een bank waar ook de bank wat extra's doet voor de Maashorst. Nou, daar hebben we gekozen voor deze rekening. Het is in die zin wel het ei van Columbus, omdat het toch een hele eenvoudige manier is om maatschappelijke betrokkenheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen, zonder dat het je geld kost. Nee, dit voorbeeld mag gevolgd worden, zou ik zeggen.